Oké, okay, verdrukt misschien echt. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. Vandaag gaan we weer verder met de hoofdmissies. En ja. Ik wou iets vertellen, maar ik weet het even niet meer. Wat wou ik vertellen? Ik weet het weer. Ik heb het geluid iets zachter gezet, jongens. Want ik merkte dat ik net iets te hard stond. Maar ik weet niet of die nu te zacht staat. Jongens, zet even in de comments neer. Staan die zo goed? Moet die iets harder? Moet die iets zachter? Zeg het even in de comments neer, want ik zit nog een beetje te experimenteren met het geluid. Oké, in ieder geval, wij gaan vandaag een hoofdmissie doen. Hoofdmissies doen. Hallo mevrouw, wat is er met u? Need some help. Salve. So many flowers. Your husband must be very lucky. I am the lucky one. I have you here to aid me. Let me see what I can do. Ik denk dat het heel simpel Ezio is. I may have given you the wrong impression. Ik denk dat je gewoon dat ding kan tillen. I have no husband. The flowers are for a party. Okay. Wat voor party? Am I invited? To Claudia Auditori's birthday party in the villa. If you are willing to help me again, I need someone with class to accompany me. What makes you think I have class? I could tell the moment I saw you. No one in this town walks with such bearing. I'm certain Ezio Auditori himself would be impressed. Oh, what do you know of Ezio? Claudia thinks the world of him, but he rarely visits her. From what I gather, he's distant. She is right. I have been. Oh no. You? The party was intended to be a surprise. Promise you will not tell Claudia. What will you do to keep me quiet? I am sure I... Oeh, database ding. Oké, even kijken. Maar ze willen een feestje voor mij organiseren. Dat is leuk. Jongens, stem maar op pauze trouwens als jullie willen lezen. Dat doe ik vanaf nu trouwens elke keer als er iets in de database komt. I'll be waiting to hear them when we get there. Oké, nou, ik vond het een heel leuk gesprekje. Ze zijn dus een surprise party voor mij aan het organiseren. Dat is leuk. Dat is leuk. Oh, één kratje kan je niet neerzetten, maar je kan wel een hele dozijn neerzetten. Now about earning my silence. I have something in mind. There is one condition. Anything. You must wait until tomorrow. If it pleases you, I will not stand in your way. It will be worth the wait, Ezio. Trust me. Okay. En wat geef je me dan? Een wapen upgrade, een nieuw kostuum, 5 veren. Weet ik veel, heel veel geld. Nou ja, voor mij, ik hoef ook helemaal niks te hebben, want een surprise party voor mezelf vind ik gewoon heel erg leuk. Oké, maar wat gaan we verder doen? Natuurlijk een aantal hoofdmissies verder. Maar, zoals... Oh, hier is dus een hoofdmissie bij de poort. Laten we deze hoofdmissie gaan doen bij de poort. En dat is... Laten we zien. Hallo meneer, wat is er met u? Buongiorno. Ezio. Mario is going to murder me. I have lost his favorite horse. Do not despair. I will bring it back. God bless you, Ezio. Okay. Vind het paard van Mario terug. Oh, daar is het. Blijf hier. Blijf hier. God, zo snel werkt niet. Paardje, blijf hier. Blijf hier. Hoppak. Paardje. Paardje, stop. Stop, paardje. Stop, paardje. Paardje, stop. Blijf stilstaan. Lief paardje. Please, dank je. Holy damn. Breng het paard terug naar de stal, alsjeblieft. Hier heb je je paard. Hier. Grazie, Ezio. I can no longer keep up with the horses. Promise me, you will enjoy your good health. Do not spend as much time in battle as your Uncle Mario. Dat kan ik niet beloven. My battles have already been won. That is good news. Arrivederci, Ezio. Ja, dat is op zich heel goed nieuws. Maar gaan we de hele tijd, de hele game dan een beetje paarden verzorgen hier? Of een beetje villa reorganisatie inrichten? Is ook leuk. Wat is dit? Wat is dit? Oh, wee! Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Wee, hoppakee. En hier is nog een hoofdmissie. En, oh god. Let even op met die dingen. Huurling.
Oké, even kijken. Wat is er allemaal over huurlingen? Jongens, hebben we een pauze als jullie willen lezen? Maar als je wil lezen, ik zeg niet dat je moet op pauze. Nou ja, praten. So, these are the new cannons? Yes, signor Ezio. May I try one? Yes, but... Go on, tell him. We cannot seem to make them work properly, and the fool who mounted them is nowhere to be found. Then it is up to me to find him. We do not want to waste your time. It is not any trouble. I have all the time in the world now. Oké, nou, dan gaan we de monteur even zoeken. God, oh god. Kan je niet gewoon normaal even tegen de monteur zeggen dat hij moet wachten? In plaats van... Waarom vraag je überhaupt niet meteen hoe die dingen werken? Ja, Oké, praten. Salve, messere. We need you to fix the cannons on the battlements. Leave me be. I do not begin repairs before noon. Do you know what time it is? I make cannons, not clocks. If you are busy, someone else will fix them. Uno momento. No one else will touch my cannons. Nou, dan is het opgelost. Komt u bij mij. Soldiers have no respect for artillery. Ja, u ook. Expect a gun to work like magic. Ja. You need to feel her out. Give her a little encouragement. Dat kan je heel verkeerd opvatten. We are only equipped with simple cannons now. But I got hold of a design from France, yeah? A hand cannon. Something called a wrought iron murderer. Okay. Imagine firing a cannon from your hands. Dan noemen we een pistool of een shotgun. Dan noemen we een shotgun, een rocket launcher. Dat is inderdaad toekomst. Dat moet jij je nog niet over je zorgen maken. Dat komt vanzelf wel. Oké, in ieder geval. Hier is het gozer. Kom mee. En fix die kanon even, want ik ga geen 4,5 ton weggeven voor niks. Voor iets dat niet werkt. What have you done? We used them. They were not ready for firing. You could have gotten us all killed. Let me see. His breath is more fatal than our cannons. Only when you two fools are shooting them. There, try it. Oké. Oh, wacht even, ik moet het gebruiken. Oké. Dat is leuk. Kanon gebruiken. Hoe werkt dat? Oh, zo. Schieten. Boom. Schieten, nu. Nee, ja, dan is die gozer op ver. Boom. Is wel echt enorm langzaam, dit ding. Oké, we gaan verder. Boom. Maar het richten is zo simpel als wat, dus dat is geen enkel probleem. Oké, we gaan verder. Nee. Ja! Bam! Exterminated. Oké, en dan... Hup. En hier op de rotsen. Illegale mensen. Ja, en dat waren toch... Ja. Oké, boom. I must go. Thanks for your help. If you hear the cannons tomorrow, do not worry. We will be practicing at dawn. Too bad it will not do you any good. Very funny. Now fix the second cannon. Kost het niet allemaal kanonskogels die je maar één keer kan gebruiken? Of nou ja, kan je wel kanonskogels één keer gebruiken? Ik weet in ieder geval, kanonskogels zijn waarschijnlijk erg duur, dus verspil ze even niet, jongens. En waar gaan we nu naartoe? Nou, we zijn nog steeds in de missie, dat wel. 114 meter, oké. Gaan we doen. Even 114 meter afleggen. En we hebben nog wel even tijd, dus we hebben nog een minuutje op 5. Ja jongens, ik heb vandaag geen timer erbij, dus ik doe het met een klok. Dat is erg lastig voor mij, omdat ik niet gewend ben. Maar we hebben nog een minuutje op 5. Dus jongens, als de aflevering iets langer of korter wordt, dan begrijp je waarom. Oké, in ieder geval, oké, dan gaan we even naar binnen. Buongiorno, Ezio. Caterina, to what do I owe the pleasure of your presence here? I desire an allegiance. The papal armies have resumed their march on Forli. Your mercenaries would be a great asset to my cause.
It is likely that I can give you what you seek. But we will talk later. Mother. Machiavelli. It is done. Though not, I think, as any of us expected. I entered the Vaticano and faced Rodrigo. No! He used the power of the papal staff against me, but I defeated him. Combining the staff and the apple, I gained access to the vault. There, a moving painting of the goddess Minerva spoke. She told of a terrible tragedy to befall mankind in the future, but gave hope of lost temples that will provide aid to humanity. And then she called out to a phantom, Desmond, as if he were there, standing beside me. After her warning, she vanished. Amazing. I cannot imagine such wonders. The vault did not house the terrible weapon we feared. This is good news. What of this goddess, this Minerva? Did she appear human? Yes, but her words proved otherwise. All of her kind died many years ago. I wish I could show you the magic she performed. Who is Desmond, and where are these temples Minerva spoke of? I do not know. Perhaps we must search for them. Tell me how it ended with Borgia. Did Rodrigo beg forgiveness? Make excuses? Promise power in return? No. None of those things. Interesting. I'm surprised he remained so composed. I let him live. The Spaniard lives? Once our enemies are dead, we can speak of vaults and gods and ancient places. You should have killed him. We're sure to suffer for it. I am not here to debate the past. Together, we should discuss the future. No. I am leaving immediately for Roma. Ezio, I do not know why you spared him, but I trust your judgment. Machiavelli will come around. Okay. Oh, trouwens, een nieuwe database, dat is altijd leuk. Oké, even kijken. Maar ik vind dat Machiavelli wel gelijk heeft. Want, ik bedoel, zolang de Spanjaard nog leeft, hij zal waarschijnlijk wel weer iets nieuws gaan proberen. Dat is een beetje het aardsvijandgeval gebeuren. Je weet wel wat aardsvijanden doen. Oké, maar jongens, zet maar op pauze als jullie trouwens willen lezen. Hoe vaak heb ik dat deze aflevering nog niet gezegd? Nou ja, jullie begrijpen het wel. God, dat is ook echt een heel document. Oké. Nog meer? Ja, Katharina Svof dinges. Oké, nou. Dat is allemaal heel mooi. Oké, hier even snel doorheen. Tuurlijk, ja, allemaal heel mooi. Ja, prachtig. Ja, geweldig. Mooi. Nog verder? Nee, niks meer. Oké. En, we moeten naar boven. Oké. Ja, jongens, eigenlijk zitten we op de tijd. Maar ik kan de aflevering nog niet afsluiten. Want we zitten midden in een missie. Zo, interactie. Welcome home. Gaat goed. Voor Ezio.
Ja, Ezio is goed bezig. Oké, nou ja. Ready to go again? You don't need to ask. One should always have the freedom to choose. Shh. What's that? Probably just training exercises. Die monteur heeft gelijk, ze kunnen echt niet schieten. Merda. I have to find Mario and rally the troops. My men are in the courtyard. I aim to lead them around back and flank our attackers. Stay out of sight. Mijn 1 miljoen villa! Ik heb hier 1 miljoen in gestopt en ze blazen alles op. Is het een aanval of is het een oefening? Ik neem aan een aanval. Zo. Yo. It's the Borgia. How did we not see this? They must have massed to the east during the night. We need to hold them off until the townspeople have escaped. I will take care of it. Use the cannons above the rampart. I intend to lead a frontal assault. Do you have it? I am keeping it safe. The Borgia must not be allowed to breach the walls until everyone is safely away. Insieme per la vittoria. Insieme. Uncle, be careful. I will. Mijn 1 miljoen villa. Mijn 1 miljoen villa. God, dan heb ik ook geld meer over. Burgersvlucht, oké. Beklim de stadsval. Dat komt helemaal goed. Mijn 1 miljoen florijnen villa. Ik heb hier gewoon de hele tijd voor zitten werken naar 62. Maar nu wordt het gewoon allemaal opgeblazen. Ezio, waarom heb je de Spanjaard laten leven? Waarom? Want ik bedoel, dit is alleen maar slecht loopt het af. Ja, let's klim. Oké, en we moeten tenminste zorgen dat de burgers zijn gevlucht. Ik wil dat die burgers het overleven. Ze moeten tenminste... Ezio. Nee, Ezio, dat is toch niet de bedoeling. Hier omhoog gaan, dat is de bedoeling. Oké, ik schiet even op. Het scheelt niks. Oké, stadsversterking. Ik kom eraan. Want niemand kan hier kanon schieten, dus dat doe ik het maar. Wat een oorlog hier, man. Oh, lol. Tweede Wereldoorlog is er niks bij. Oké, shit om kanon te gebruiken. Oké. Oh, wacht even, de kanonnen moeten we neerschieten. Oké. Oké. God, wat een wat veel kanonnen zijn dit dan weer? Schiet even op, Groter. Want er vluchten wel heel weinig burgers op dit moment. Oké, kom op. Schiet even op, dit gaan we niet halen op dit moment. Schiet ik mis? Oh, dat is zo slecht als wat. Oké. Mooi. Nog 3. Ja. Oh, wacht even. Dit is hoeveel er nog moeten vluchten. Oké. Nou, dan moeten we het nog even volhouden. Dan moeten we het nog even... Andere kanon. Oké, dat richten, dat duurt uren. Oké, kom op. Ik schiet zo mis als wat. Kom op, we zijn er bijna. Alleen nog een paar mensen moeten vluchten. Nog 75 mensen. Nog 75 mensen moeten vluchten. Kom op. Ah, ik schiet mis. Kom op. Dit wordt echt net als je het mij vraagt.
Oh, die kan niet zoveel bijdraaien. Daar. Ja. Oké, 25. Kom op. Ik zal deze villa bewaken met mijn leven. Want ik heb er een miljoen florijnen er al aan uitgegeven. En dat vind ik al heel veel. Wait! Soldiers are climbing the walls! Signore, forget the camp! You must stop them! Oké. Jongens, dit wordt wel een lange aflevering. Maar ja, het is oorlog. Het is oorlog. Het is puur oorlog hier. Oké, kom op. Kom op. Oké. Puur oorlog hier. Oké, iemand val me aan. Goed zo. Je hoeft niet te schieten, Ezio. Het mag wel van mij. Maar het verspilt allemaal maar kogels. Oké. Het is wel leuk dat je nu kan zien wie gaat aanvallen. Doordat die dingen wit knipperen. Die witte vakjes. Boven. Oké. Dus dan weet je wanneer er iemand gaat aanvallen. Dat is wel leuk. Dat ze dat in de game hebben gegooid. Oké. Er is weer verspilling van kogels. En jij, kom erop. Oké, weer verderop. Oké, ga dood jij. Ga dood jij. Hoppakee, weer een verspilling van kogels. Oh, maar die kogels gaan ook echt niet op als ik ze zo gebruik. Oké, nou Ezio, dan mag je ze mooi gebruiken. Ziet er wel een beetje cool uit. Ezio. Oh, trappen. Hoe we kunnen trappen. Ga niet jij. Hoppakee. Trappen kunnen we nu ook. Dat is leuk. Oh god. Nog één. Trap. En hop. Hop. En hop. I know you're there, Ezio! The Pope told me about you and your little group of assassins. And this! Give me the gun his friend fashioned for us! We've had too much bloodshed. I think the cleansing is in order. So consider this an invitation from my family! To yours! Is oom Mario nu... Nee. Nee, toch niet. Ik hoop van niet. Ik hoop van niet. Basta! I can walk. Look out! They are coming! Everyone, retreat to the villa! I cannot fight like this. Stand with me! Yay! Vecht je een weg naar de villa? Nou, ik kan gewoon rennen hoor. Ik weet niet wat jij vindt, game, maar... rennen is mij goed zat. Hoppakee, mooi rollen. Dat weten we nog van Assassin's Creed 2. Oh, deze vecht ook helemaal niet. Hoppakee. Jongens, jullie hebben wel een veel langere aflevering. Mag ook wel een keertje. Oh, ik kom je helpen. Ik kom je helpen. Ik heb tenminste nog een keer... ik heb een wapen. Hoppakee. Hoppakee.
Waar staan er nog mensen? Daar. Oké. Hoppakee, Nia, jij. Red Claudia en ga naar de tunnels onder het huis. Oké, wanneer wordt het een keer rustig? Want ik vind het ook wel leuk om de aflevering een keertje af te gaan sluiten. Want ja, ik vind het helemaal heel mooi, maar we zijn nu al ongeveer een half uurtje bezig. Jongens, sorry als dit echt een hele lange aflevering wordt. Maar ik wil gewoon nu nog eventjes niet stoppen, omdat het eventjes te actievol is. Ik wacht eigenlijk even op een rustig stukje, maar die is er op dit moment niet echt. Oké, hier doorheen. Hier doorheen, heel mooi. Oké, schiet nou even op, jongens. Oh, Claudia is er al. Oké, kom eraan. Wapen kiezen. Q voor het wapencirkel. Oké. Ja, maar dat wist ik al. Oké, schiet op. Ik weet niet waar je naartoe wil. Oké, deze even uitschakelen. Deze even uitschakelen. Oké, nou, die zijn uitgeschakeld. Claudia, wacht even. Ik kom achter je aan. Waar ben je? Hier. I will hold them back. Stop! Wait for us! We thought you had been killed, Sir Ezio. Not yet. Where does this passage lead? To the north, outside the walls. I am surprised it exists. Let me through. I must go help the troops. Veel succes, neem ik aan. Oh, dieven. Top. Naar de database. Oké. Nou, gaan we dit nog even snel doorkijken. En jongens, ik weet niet wanneer er een save point komt. Dus zo gauw het even rustig is, dan vind ik het goed zo. Hurry, Ezio. Ik denk dat dit wel een mooi moment is. Dus kijk, ik ga tegen jullie zeggen, kijk eens waar het uit mogen. Help je maar mee, help kanaal mee. Ik weet, er zijn waarschijnlijk meer dan genoeg save points geweest en zo. Maar ik wou even wachten tot het rustig werd. En ja. Nou ja, in ieder geval, kijk eens, hebben jullie deze keer even een langere aflevering. Het is oorlog hier. Ik weet niet of ik daar blij mee ben. Mijn miljoen florijnen villa is helemaal opgeblazen. En verder, ja. Wat er nog maar één zeggen. En dus kijk eens, duimpje omhoog. Helpt u mij mee? Helpt het kanaal mee? Abonneer als jullie het nog niet zeggen. Dan valt er nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei!